Welkom bij deze kennisclip. In deze clip staat het stimuleren van studenten in een online leeromgeving centraal. Online onderwijs is vaak een vorm van afstandsonderwijs. Dit vereist andere vaardigheden van de student, zoals meer zelfstandigheid, meer initiatief, doelgericht werken en eigenaarschap van hun eigen leerproces. Dit draagt allemaal bij om tot het geplande leerdoel te komen. Deze vaardigheden vormen de kernbegrippen van zelfregulerend leren. Het proces van zelfregulerend leren komt niet vanzelf op gang. De docent is cruciaal in het stimuleren en begeleiden van de leerlingen. Uit de literatuur blijkt dat zelfregulatie flink wordt bevorderd wanneer de docent in staat is om de juiste feedback te geven. Maar hoe geef je de juiste feedback? Elke student heeft zijn eigen voorkeur om te leren. Dit noem je een leerpatroon. Bij elk leerpatroon hoort een andere vorm van feedback. Maar hoe bepalen we deze leerpatronen? Dit doen we met behulp van data. Met deze informatie kan elke student de juiste feedback ontvangen en zijn of haar zelfregulerend vermogen ontwikkelen. Hierdoor zijn de studenten beter in staat de leerdoelen te behalen. Wil je weten hoe data kan bijdragen aan het stimuleren van studenten in de leeromgeving van jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.